Oké, de koffers zijn gepakt. Het is 12 uur, later dan we wilden, maar we gaan rijden en ik ga rijden. En ik moet even opschieten nu. Doe me denken aan die oefening van Ilona. Gewoon alsof je met je vingers door een rol gaat. Ik vind het jammer, rechts is mijn slechte kant. Nou, voor het kaartje. En links toch ook? They see me rolling. Wow. Moeilijk hè, om te filmen in de auto. Heel te gelezen. En pap rijdt als een wijf? Ja. Nou, net zei hij nog nee. Absoluut. Papa heeft zich net opgedrukt. Even 10 minuutjes gestopt. Ik heb koffie gehaald. Nou, ik ben helemaal geen koffiedrinker. Ik drink het alleen soms op stage gewoon omdat het zo vroeg is. En eigenlijk omdat iedereen koffie drinkt, drink ik het ook omdat ik dan denk dat ik meer wakker word. Ze zijn best wel tegen melk en zo op Health Holidays. Maar ik hou niet echt van melk. Maar nu deze kop koffie mocht ik van mezelf gewoon nemen. Ik ben ook al voor de vierde dag aan het opbouwen. Ik geniet er zo erg van. Want ik ben echt gewoon helemaal aan het inkakken. Maar het is echt ook zo'n lekkere mooie kop en zo. Daar kan ik echt van genieten. Echt heerlijk. We zitten nu op de helft. We moeten nog iets van 5 uur rijden. Best wel lang. En papa die gaat nog steeds gewoon rijden. En dan ga ik straks nog even rijden. Maar hij rijdt iets meer dan ik. Doei. Dat is prima. Doei. Nou, we zijn er nog lang niet. We zijn wel in Zwitserland. Bij Basel zijn we gepasseerd. 10:30 s'avonds dat we aankomen. Daar geloof ik helemaal niks van. Ik denk eerder dat het 11:30 wordt. Het is nu 8:10, maar het voelt niet alsof het al avond is, vind ik. Jij? Nee. Nou, nee. Het voelt niet als avond. Voor mij voelt het als etenstijd. Ik heb geen avond gegeten. Ja. Het scheelt wel als je even warme maaltijd hebt. Ja, je voelt het wel in je buik dat het avond is. Ja. Prachtig. Je kan ook zoveel genieten. Uit 141, nou. Magisch, echt Harry Potter-achtig. Ja, ik vind echt... Kijk dan. Als je het overdag ziet, ongelooflijk. Ik vind het nu juist wel mooi. En hier gaan we eraf. Valle Francesca en Tenero. Zie je die draaicirkel? Ja, zie ik, joh. Deze tunnel was er dus eerst niet. En als het dan sneeuw was in de winter, was het ontzettend slecht bereikbaar. Daardoor was het Negocia lag echt afgelegen. Nou, die tunnel is dus een tijd geleden aangelegd. Helemaal uitgegraven. En daardoor is de verbinding met Magosia nu zo fantastisch. Ik vind het wel een beetje... Ik vind het een soort van sprook hier. Het ziet ook helemaal niet zo'n hele gladde moderne tunnel. Helemaal uitgehakt. Prachtig. Dit is het centrum. Dit is het. Hier kan je naar wc. Tering. Hier komt de bus. Let op, hier komt de bus. Staat, mama weet hoe het zit. God. Kan je naar het toilet. Je kan hier overal van heerlijk bergwater drinken. Nee, komt hier gewoon tot water, rust. Bronwater, kijk. Over die kleine grafdingetjes. Tada! Wat is er, zijn we er al? Dat is het huis. Oh! Zie. Dat is het huis. En mama heeft ze hier neergezet. Jezus, wat hoog. Dat schat het om. Wat is dit dan? Een kerk? Een mini kerkje. Naast je huis. Het is het allermooiste kerkje wat je kan bedenken. Holy shit, pas op. Gewoon, je loopt er zo naar binnen als je verkoeling zoekt. Of even wil bidden. Jeetje, ik moet echt helemaal wennen. Kijk. Oh, we zijn er. Dit zijn al mijn tassen. Echt ziek. Ik heb echt iets van 8 shoppers. Het is een hele klim, maar het is echt heel bijzonder hier. Ik ga het morgen allemaal laten zien. Ik ga nu stoppen met deze vlog. Die loopt denk ik dan weer door voor jullie in morgen. Dus ga ik nu de vlog afsluiten. En zie ik jullie morgen. Doei. Goedemorgen. Ik ben wakker. Ik was om 11 uur of zo wakker. Ik ben best wel moe. Ik ga even zitten op deze bank. Je ziet het ook wel. Ik ben echt nog heel erg moe. Ik had het heel erg koud vannacht. Dus ik was heel erg vaak wakker geworden. Want het is hier echt fris. Dus heb ik even een dikke deken gepakt. En ik dacht je plek vinden, weet je wel. Een nieuw bed. Op zich ligt het bed zelf wel echt heel erg lekker. En ik had heel erg veel buikpijn. Dus ik werd de hele tijd wakker. Ik dacht ik naar de wc moest, maar het lukte niet. Dus ik ben gewoon heel vaak wakker geweest. Maar uiteindelijk opgestaan om 10:30. En mijn spullen uitgepakt. En ik heb echt niet normaal veel spullen mee. Maar het komt omdat we zoveel haast hadden, heb ik echt... Ik had al tassen klaargezet, zeg maar, al voor Zwitserland. En ik heb ook nog dingen uit Fuerteventura eigenlijk ook bijna allemaal weer meegenomen. Dus mijn kast is echt wel vol. Dus er was heel veel werk om uit te laden. En heel veel dingen moeten ook gewassen worden. Maar de wasmachine komt pas over 2 of 3 dagen, denk ik. En ik ga nu boodschappen doen met Olivier. En ik wilde super graag mee, maar het kon niet, want ze moeten stoelen ophalen. En dat paste niet. En hij moest mee, want ze gaan iets elektronisch kopen of zo.
Ik te denken of ik het huis gewoon ga laten zien in de vlog of echt een aparte tour. Ik denk gewoon nu. Het is echt super mooi. Oh ja, dat wou ik even zeggen. Het eerste wat ik zag vanochtend, ging ik naar de wc. Hoor je nu? Denk je van wat hoor ik nou? Nou. Dit is echt zo mooi. Een beekje. Volgens mij loopt hij daar. Hier zo. Daar zijn allemaal auto's, want er zijn hier heel veel mensen die wandelen echt, zeg maar, hier. Kijk het water. Echt zo rustgevend. Echt prachtig. Dit is sowieso echt een prachtig huis. Ik vind onze verdieping ook echt mega chill. Kijk. Dit is de badkamer. Ik bedoel, dit is gewoon echt zo mooi. Hier heb ik allemaal spullen. Nou, ik ga wel niet laten zien wat ik allemaal heb bij me of zo. Ik heb hier wat spulletjes. Wc. En echt een ziek mooie inloopdouche. Echt heel erg mooi. Ja. Het is een beetje tegenlicht nu, maar die douche is echt zo lekker. Ik heb echt genoten. Echt een prachtige badkamer. Heel chill. Hele chille woonkamer. Hier eten we dus ook als we binnen eten. Dan komen papa en mama hier ook naartoe om te eten. Echt, ik vind het hier zo prachtig. Deze kast. Ik bedoel, het is echt... Ik zou hier heel graag willen wonen. Ik wil hier echt nooit meer weg. Ziek mooi, diep hoef. En gewoon een fucking chille bank. En ik vraag me af of wat hiervoor zit. Of dat... Dat zijn horen natuurlijk. Oh, dit kan gewoon omhoog. Nou, als je het omhoog doet, heb je dus echt een sick mooi uitzicht. Op het... Als het goed is, heet het Lago Maggiore. Maar nu zie je dus niks. Maar dat is voor de zon. Het olifje denk ik dicht gedaan. Fucking relaxed. Ze willen nog een tv gaan kopen. Ik weet niet of dat voor hier is of voor boven. Ik denk voor boven. En gewoon een super chille keuken. Met een grote koelkast en zo. En dit is zo mooi. Kijk eventjes. Gisteravond ook. Het is zo Pinterest, die stoelen. Zo mooi. En het is helemaal ontworpen door een architect. Dus ik dacht eerst echt van... Echt een ziek raar, weet je. Dat zilveren balkon. Maar het past al heel goed in de stijl. En dan zit je hier dus. Met dit uitzicht. Ik snap wel dat mijn ouders het hebben gekozen. Van het buiten dacht ik echt, wat is dit? Waar ben ik nou weer beland? Dit is trouwens wat ik zo ga eten. Ik heb nog niks gegeten. Het beste is dus tot na 5 uur dat je wakker bent. Alleen maar fruit eten. En dan verdelen over 3 stuks fruit of zo. Wat ik mijn slaapkamer laat zien. Dit is de slaapkamer. Dit is echt een ziek dikke deken. Echt heel dik. En eronder ligt dan een laken. En hier heb ik geslapen. Hier gaat Ruud slapen. En zie je dat het hier helemaal niet licht is. Dus pas op het einde van de dag denk ik. Dus ik kon ook echt heerlijk uitslapen hier. En ja, ik heb echt veel te veel spullen bij me. Maar die koffer zitten nog allemaal spullen in die ik nog moet filmen voor Primark shoplog. En dingen die ik in Fuerteventura heb gekocht. Dus daar ga ik ook een shoplog van maken hier. Kijk, dit is gewoon een complete kledingkast bijna. Ik ga mijn nagels toch even doen. Want kijk, ze zitten er nu 3 weken op. Echt zo blij mee. Ik ga ze even opnieuw doen. En ik ga nog even wat hangers halen boven. Ja, ik heb gewoon echt ziek veel kleren bij me. En ook echt vet veel schoenen, maar dat mocht ook wel. Want in Fuerteventura had ik echt maar 1 paar slippers. Dan heb je nog de slaapkamer van Olivier en zijn vriendin. Bedden staan al bij elkaar. Is iets is niet groter. Nee, het lijkt me zo. Anders hier. Het is hier veel lichter. Daar hou ik op zich wel van. Dat het wat lichter is. Maar voor slapen is het wel lekker dat het daar wat donkerder is. En dat is dus onze verdieping. Hier kom je dus binnen. En dan kan je hier naar ons. Daar waren we net. Of hier de trap op. En dan ga je naar papa en mama. Het is hier lekker cool. Ik vind ons gedeelte echt super chill. Ook met die bank. Kijk hoe gezellig wij straks met z'n vieren hier kunnen chillen en op het balkon. Ik heb er helemaal zin in. Dat was de tour. En verder wordt het niet echt... Oh ja, straks komt Melissa met de familie vanavond. Verder ga ik even een beetje chillen met mama kletsen. Mijn fruit eten, inrichten, dat soort dingen. Doei! Hallo, ik ben net eventjes bezig geweest met al mijn vlogs, al mijn sapkuur vlogs een naam te geven. De beschrijving te doen. En de thumbnail te maken. Dat duurde best wel lang. En ik heb even buiten gechilled. En ik heb een heerlijke salade gemaakt. Ik ben vergeten te filmen. Maar ik heb een salade gemaakt. Ik had ook nog mango gegeten trouwens. Dus ik heb een nectarine en mango. Dat is best wel vullend. En nu is het al 4 uur of zo. Ik heb net 1/2 uurtje geleden een salade gemaakt. Met een beetje zo'n zakje geraste wortelgras, de kool, een beetje veldsla. En dan had ik met mijn vader een halve avocado, een tomaat, wat garnaaltjes, wat serumistikt en forel. Dat is echt ziek lekker. Ik vind het echt lekker gevuld. Maar niet dat dom gevoel. Dus ik vind het heerlijk om salade te eten. Nu ga ik eventjes... ik heb een beetje sportoutfitje aangedaan. En ik zit nu op de wc trouwens. Ik ga nu plassen. En dan ga ik even een beetje hier naar beneden lopen. Een beetje buurt verkennen. En ondertussen wat oefeningetjes doen. Wat sportoefeningetjes. En ik zal mijn camera wel even meenemen. Kijk, dit is dus het huis met daglicht.
Zo, ik vind het echt bijzonder. Je denkt echt van, what? En het is zo mooi als je er eenmaal bent. Maar nu ga ik eventjes wandelen en sporten. Doei! Kijk. Hoe mooi. Ik ga nu vooral nog een beetje lopen. En dan ga ik even kijken. Ik ga nu denken als Ilona. Als de begeleidster van de Hot Holidays die we hadden. Ik ga denken zoals zij denkt. Weet je wel? Dus in de natuur. Oefeningen doen. Bijvoorbeeld hier zou ik. Nee, dus dat zit goed voor squats. Ja, hier ga ik mijn squats doen. Zo, als je hier ligt, heb je echt wel een mooie plek. Kijk hoe vredevol het erbij ligt, joh. Zo erg altijd als sommige mensen gewoon aan de snelweg liggen. Oh, daaronder is een speeltuin. Hoe bijzonder, weet je? Van een heel bruisend Fuerteventura naar zo'n mooie rustige plek. Met gewoon plekken waarvan je niet eens wist dat het er nog was of zo, weet je wat is, hè? Meer als, natuurlijk, als je er gaat of zo van die... Het leeft zeg maar allemaal nog, snap je? Het is niet oud. Het is oud, zou ik bedoelen. Het is nog echt aanwezig. Lekker. Dit kan je toch drinken? Dit is gewoon water wat je in Nederland in flessen koopt. Ja, je kan in de kerk zitten. Ja, ik ben ook al in die andere kerk geweest. Dit kerkje staat gewoon naast ons huis. Ik vind het zo mooi. In Nederland zou zo'n open kerk al lang leeg gejat zijn. Hier is het tenminste goed van vertrouwen. Jeetje, hier kun je echt, als je overspannen bent en je gaat een weekje naartoe, ben je meteen van je burn-out af. Nou, ik heb gewoon echt het gevoel dat ik over de set van een middeleeuwse film loop of zo. Dit is zo bijzonder. Zo'n kerkje, en dan kom ik hier achter door een soort van steegjes. En hier staan gewoon echt letterlijk bordjes om naar andere plaatsen te gaan of zo. Hier wonen ook gewoon mensen. Kijk, allemaal borden. Zo bijzonder. Het is echt zo'n plek waar je over 10 jaar nog plekjes vindt waar je niet van af wist. Kijk, daar kun je naar Caripo, Monte di Cortoi. En ik heb ook geen idee of ik nou iemands tuin loop. Ja, het gaat oneindig lang door, joh. Daar kan ik heen. Daar kan ik heen. Daar kan ik heen. Dat is heel vet. Ja, de andere keer ga ik wel verder kijken. Maar voor nu vond ik het wel weer goed. Ik wil het ook spannend houden. Dit soort dingen. Nou, in Nederland zou er al lang iemand gekidnapt worden. Er zit een echte peer. En ineens dat huis van papa en mama ertussen. Echt totaal anders. Je zou maar daarboven wonen, hè? Dan duurt het wel even voordat je thuis bent. Kijk, ik heb me opgemaakt. Ik vind mezelf er zoveel beter uitzien. Ik bedoel niet bij make-up, maar ik vind het zo leuk om hem weer op te maken omdat ik er beter uitzie. Ik twijfel een beetje over deze choker. Ik heb die net laten zien in een shoplog. Ik heb net de Fuerteventura shoplog opgenomen. Ik weet niet echt of het me staat. Ik laat hem denk ik maar even om, want het staat wel bij dit shortje. Ik ga nu heel snel even opschieten, want de ouders van de vriendin van mijn broertje komen en zijn vriendinnetje komt. En die blijft hier ook en die ouders gaan naar Nederland. Met broer en broertje, zusje ook nog. Dus... Oh, ik zou helpen, maar net had ik nog tijd over voordat ik moest helpen. Dus ging filmen, maar nu is het natuurlijk weer veel te laat. Dus nu ga ik heel snel helpen. Doei. Ah, oh, Oliver's vriendinnetje is er. Kijk hoe schattig. Het is echt vies uit. Ik heb niet ontbeten. Maar ik had dan nu al gekeken op de klok. En dan mis ik het echt niet. En nee. Maar ontbijt is ook makkelijk. Het ontbijt heb ik het ook, ja. Mensen die het niet erg vinden. Hallo. Even zoomen. Dat is een film, maar geen foto. Ja, nee, dit is een film. Het is een film. Het is geen foto. Het is geen foto. Nee, maar ik ben nu gewend. Op stapkeer moest ik de hele tijd zeg maar zo filmen dan. Weet je wel? Het was een stijl wat niet in een damesstijl. Was het lekker allemaal? Ja, heel lekker. Heerlijk. Goed gekookt olivier. Superman. Lekker. Goed gekookt olivier. En lekkere wijn ook. Oké, wie nu mag? Kom eens. Je moet het even doen, ook al hou je het. Het is niet heel vol hoor, oh ja, past wel.
Nee, ik film heel vaak dingen die ik uiteindelijk echt niet gebruik. 9 kaarten ga ik nu leggen, ja? Kijk goed naar de kaarten. Jij gaat weglopen en jij gaat mij aanwijzen welke kaart je in je hand hebt. Welke kaart heb je? Zeker weten. Oké, en wat bij je mag komen? Ik zei die momentjes bij elkaar los, toch? Oké, kijk er niet aan. Was die? Nu mag jij met je hand langs de kaart gaan en de mannen gaan raden welke kaart. Nee, wel per kaart, anders kan ze het niet zeggen. Ik heb die momentjes bij elkaar los, dat is direct, dan ben ik helemaal klaar mee. Zeker, ik heb het eens gedaan in de eerste trein. Stop. Ja. Ik heb het ook gedaan. Ik heb wel soms al gestraft. Ja. Nog een keer? Ja, je hebt het zelf. Nog een keer dezelfde kaart, een nieuwe kaart? Ja. Dat die grafische machine die piepeert. Wat is er met dat ding? Oké, wie is er aan de beurt? Ja, mijn moeder wel nog een keer, maar die is weer afgeleid. Oké, dan ga je nog een keer. Wil je nog een keer? Ja. Ja? Ja. Oké, Amanda, je mag komen. En dan moet je wel hier zitten. Hier zitten. Ja, ze hebben natuurlijk de tijd nog eventjes. Alsof ze straks de tijd hebben. Ze duurt me vast. Die hand is wel lekker. Ja. Leuk, ja, ga met je hand. Je legt je werk naast, ik ga ook altijd van ons. Dat is nooit een spelletje van spelen. Nee, nee. Leuk, gezellig. Superleuk. Ja, hoe doe jij nou? Stop. Je ging in het midden. Ja, hoe vaak zijn wij? Zijn wij stop? Is dat goed? Ja, het is niet. Het lijkt zo veel. Het lijkt zo veel. We gaan niet zo veel. Nee, daar is iets. Oh, ja, kom maar. Zo'n meneer van de beveiliging. Ja. Nou, dat gaat vaak. Ja. Nou, dat geef ik daar allemaal niet mee. Dat, nou, dan ga ik zeggen. Ga met je hand op elkaar. Ga met je hand. Ik zie er wel van jou. Oh, leuk. Stop. De kaart kijken. Ja. Ja, daar maken die. Zijn ze daar? Ja, dat zie je wel. Ik heb een andere pauze.